Jullie zullen ongetwijfeld in mijn video's voorbij hebben zien komen. De afgelopen 2 jaar heb ik in maar liefst 9 landen gevist met de Trekker Tempest Brolly Advanced. En in deze video geef ik 4 redenen waarom deze bivy het bekijken waard is als jij een nieuw tentje zoekt. Nou, de eerste reden is dat de Tempest extreem snel op te zetten is. Je klikt de 5 belijnen in elkaar, je gooit hem in de lucht, je trekt aan het soort spreiderblok bovenop en vervolgens heb je de basis al klaar. Nou, vervolgens pak je de strep aan de onderzijde en die klik je in de musketonhaak en dan ben je eigenlijk al klaar. Nou, je kan hem nog verstevigen met deze rakkers, met 2 stormpalen. En eigenlijk als je de stormpalen zou gebruiken, heb je niet eens haringen nodig, maar uiteraard worden die wel bijgeleverd. Nou, de 2e reden waarom dit een tentje is die precies bij mijn visserij past, dat is het gewicht en het formaat. Het formaat is 1,25 meter hoog, dat is niet achterlijk groot. Je kan nog wel door de opening naar buiten kijken. Daarnaast is hij 2,5 meter breed en 2,20 meter diep. Nou, het zorgt ervoor dat je een stretcher er gewoon goed in kan zetten, dat je ervoor nog kan zitten. Daarachter kun je je tas zetten, je foedralen. Ik heb hier zelfs een voerboot staan. Mocht je een stoeltje erin willen zetten, dan kan dat, maar dan moet je wel je stretcher wat meer naar achter zetten, dus voor op regenachtige dagen. Daarnaast is het gewicht relaxed. De tas weegt 12,5 kilo, maar er zit een grondcel bij. Nou, ik zelf gebruik echt never nooit een grondcel en dat scheelt alweer 4 kilo. Dus zonder grondcel is het tentje eigenlijk maar 8,5 kilo. En wat relaxed is, is de transportlengte. Met 1,20 meter helemaal ingevouwen, gooi je dat makkelijk op je trolley. Nou, 3e punt is terug te voeren op de naam. In de naam van deze Trekker tent zit het woord advanced en dat betekent eigenlijk dat die helemaal is doorontwikkeld. In de advanced is dus besloten om alle verbeterpunten die de consultants en gebruikers hebben opgemerkt, om die door te voeren. En daarnaast is dus ook alles een stukje degelijker. Dus je hebt super dik doek, er zitten maar liefst 4 ventilatieramen in en wat leuk is, er zit een soort stokje aan waardoor je hem ook open kan zetten als het regent. Dus dat zijn de dingen waar dan goed over nagedacht is. Het doek is extra dik, de ritsen zijn onverwoestbaar, er zitten clipjes op de plekken waar je hem wilt hebben. Kortom, het is een compleet doorontwikkelde tent. Nou, het 4e punt is de onverwoestbaarheid van deze bivy. Zoals jullie misschien weten ben ik niet altijd netjes op mijn spullen. En deze unit heeft echt zoveel meegemaakt, van extreme stormen tot mishandeling in de bus erop gaan staan. Alles wat je maar kan bedenken heb ik al met deze tent gedaan. En er is echt oprecht nog niets aan kapot. Ik ben op zich ook niet mega veel eisend qua allemaal opties. Er zijn 2 dingen die niet standaard meegeleverd worden. En dat is een skullcap, dus een soort cap aan de bovenkant wat je, die je erop kan zetten wat weer relaxed is als het bijvoorbeeld regent. En je zou deze screen, die ik nu in de basic variant heb, zou je helemaal in muggengaas kunnen doen. Dat noemen ze dan een mossy screen. Ik heb het niet, maar stel je zegt ik wil een paar tientjes extra uitgeven, dan is dat zeker een aanrader. Maar goed, nu verwachten jullie natuurlijk dat ik ook met een paar nadelen kom. En ik ben wel enthousiast, maar er zijn toch ook een paar puntjes waarvan ik denk, oeh, Trekker, daar had je misschien wel wat op kunnen letten of aan kunnen denken. Er zit bijvoorbeeld niet een haakje aan de binnenkant van de tent waar je bijvoorbeeld je soundbox of een lampje op kan hangen. Dat is jammer. Ik had ook mooi gevonden als er een zakje zat waar je bijvoorbeeld je telefoon in kan doen. En ik weet niet of ik het een nadeel mag noemen, maar doordat het doek zo dik is, is het ook heel erg donker in de tent. Dus stel ik zou met de mossy screens dicht, met de ventilatieluikjes dicht, iets willen zoeken achter mijn stretcher, dan moet ik echt gewoon een hoofdlampje pakken. Dus het is mega donker in de tent. Aan de andere kant, als je 's ochtends uit wil slapen, is het ook wel weer lekker als er niet te veel licht binnenkomt. Ja, dan gaan we naar het eindoordeel. Is deze tent de €550 die het ongeveer kost waard? Nou, ik vind van wel. Het is een tent die compleet doorontwikkeld is. Het is dus echt een advanced tent. En je kan er gewoon jarenlang veel gebruiksplezier van hebben. Zonder dat er dus allemaal dingen van naar de kloten gaan. En dat is in mijn visserij toch wel heel erg belangrijk. Dus jongens, mocht je nog op zoek zijn naar een coole Brolly of bivy, dan zou ik zeggen, ga naar de Trekker dealer en check de Tempest Brolly Advanced zeker even uit. Tot ziens!